Alleen zijn is in wezen anders. Alleen zijn is in wezen, in je wezen, in your being, in your energy, in your field, in your soul, in your highest potential, in, in your godlike, in your god mind, in your higher self. Die scope is alleen zijn. En alleen zijn voelt diep. Alleen zijn voelt diep. Als ik, als ik hierover praat of als ik nu daar verbinding mee maak om deze woorden allemaal uit te spreken, voelt Marieke dat ook. Dat is, en Marieke voelt dat ook vaak, alleen zijn. Alleen zijn is, is een diepte in je lichaam te ervaren. Wat een gevoel van heimwee is. Een gevoel van heimwee die je alleen op dat niveau kan ervaren in je hart. Omdat we heimwee hebben naar onze ouders. En dan heb ik het niet over onze fysieke ouders. Alleen zijn is een spirituele ervaring. Alleen zijn is een, is een, is een, is een, is een diep geworteld gevoel in je lichaam, wat in samenspan is met je ziel. Alleen zijn is, is een soort lijn naar boven, naar je familie. Het is een, een lijn naar de consultatie van sterren waar je vandaan komt. Alleen zijn is je geestelijke, ofwel, ofwel je fijnstoffelijke, ofwel je spirituele ouders uh, en familie missen. Het is het missen van de planeet waar je vandaan komt. Het is het, het missen van um, de manier van leven, de manier van voelen, de manier van de dingen. Ervaren in een bad van liefde, omdat we allemaal uiteindelijk vanuit die ene punt zijn ontstaan. En dat heet alleen zijn. Alleen zijn kan, kan je raken in momenten dat je s'nachts naar buiten zit te staren en dat je vraagt aan jezelf, waarom ben ik hier weer? En dat je met je hoofd zit te denken van, hè, aparte vraag. En dat je denkt, nou, ik ga wel weer gewoon slapen. Maar je kijkt naar boven en niet naar beneden. Waarom ben ik hier? Of vraag wat daarna komt is, waarom hebben jullie me alleen gelaten? Kan ik dan niet terug? En de vraag daarna is nee, want je hebt gekozen voor dit leven. Dus dat betekent dat de lijn qua verbinding jouw taak is om weer te weerleggen naar je familie. Het is jouw taak om de verbinding te weerleggen naar de planeet of het universum of de multiversum. Of de lijnen waar jij vandaan komt, van de sterren. Het is jouw taak om de verbinding te weerleggen met de parallele werelden die er zijn. Het is jouw taak om de verbinding weer te weerleggen met je ziel om te ervaren, oh ja, weet je wel, daar ben jij. Alleen zijn is niet van deze wereld. Alleen zijn komt van boven. En ervaren wij als een mens. En ik praat nu niet vanuit mens, ik praat nu vanuit een ander, andere vorm... vanuit een andere hoek... vanuit een andere perceptie... vanuit een spirituele oogpunt... vanuit een wezenlijk andere oogpunt. En als we dat alleen zijn kunnen ervaren... mogen ervaren... dat is een heel diep gevoel. En, dat, en daar komt uiteindelijk ook een, een heel diep... diep oerverdriet omhoog. Omdat wij vanuit blijdschap en vanuit wils, uh, uh, willingness, weer kiezen van boven, vanuit God. Ik noem het vandaag even God, lieve mensen, het licht, het universum. Vanuit God weer gekozen hebben om te zeggen, yes, ik ga weer incarneren in een uh, leven. Het leven uh, heet Marieke van Meijeren. Vervolgens worden we geboren en het eerste wat ontstaat is, oh ja, ik ben hier weer. Maar ik wil terug naar mijn ouders of ik mis mijn ouders of ik mis de planeet waar ik vandaan kom. Maar we hebben gekozen. Dat is een soort... Um... Het is uiteindelijk de reis om te kunnen ervaren wat alleen zijn is. En het is uiteindelijk de reis om te kunnen begrijpen en te snappen wat alleen zijn en eenzaamheid is. Het is uiteindelijk de reis om te voelen wat het verschil is tussen eenzaamheid en alleen zijn. En het is uiteindelijk de taak om vanuit die alleen zijn te zeggen, oké, okay, oké. Okay. Dus dit is dus alleen zijn. Alleen zijn, uh, dat diepe gevoel, is ook als we het verdriet ervaren hebben en het moment. Later, hè, vijf minuten later, tien minuten later, een uur later, hè, kunnen we nog steeds alleen zijn. Dus letterlijk en figuurlijk alleen. Ik heb geen mensen om me heen. En vanuit dat alleen zijn hebben we voeding. En zijn we geïnspireerd. En hebben we verbinding. En hebben we contact diep in onszelf en contact met waar wij vandaan komen. Eenzaamheid is een gedachtevorm. Het is een illusie. Het is iets wat ons is wijsgemaakt. Het is iets wat van buitenaf komt en het werkt ontkrachtend. Hoe ben ik met alleen zijn omgegaan? Uh, dat raakt in eerste instantie uh, kreeg ik tien jaar geleden zelf de boodschap van buitenaf van Iemand, Marieke, je hebt ervoor gekozen om hier te zijn. Ben er dan ook helemaal. En het eerste wat ik voelde was gewoon een verdriet. Ik moest ook heel hard huilen toen die vrouw zei. En het eerste wat ik zei toen was heel diep. En toen moest ik huilen en toen zei ik, ja, maar ik wil naar huis. Maar dan mag ik niet meer naar huis. Toen zei ze, ja, je vindt daar wel een weg op, maar het is wel de bedoeling dat je hier gewoon aanwezig bent. En toen, lieve mensen, door dat, diepe verdriet er, door dat diepe verdriet van mezelf te kunnen omarmen en dat het me daardoor losliet, kwam er creativiteit. En door die creativiteit, of in ieder geval door me helder zien en, en uh, helder voelen en al die dingen die ik dan mag dragen. Kom ik uiteindelijk op de meest geweldige, verbindende oplossing voor mezelf? Oké, okay. ik kies ervoor om helemaal aanwezig te zijn in dit leven. Helemaal, met alles wat ik ben. Ik sta open om te voelen. Ik sta open om dit leven ten volste te ervaren. You know what? I'm going for it. Maar ik boek wel elke dag even een ticketje naar huis. In één moment. En dat zien jullie als jullie mij volgen op Instagram. Dus als je me niet volgt op Instagram, volg me even op Instagram. Ik deel daar elke dag uh, best wel veel, vind ik. <laughs> maar dan zie je dus ook dat ik elke dag transcendente reizen doe. En de ene keer of een paar keer in de week ga ik naar huis. En de andere keer ga ik naar andere planeten of naar andere energieconstellaties om te leren wat ik dan mag leren van God. Maar voor mij is dat een moment geweest... waardoor ik de kracht in mezelf nam... de touwtjes weer in eigen handen nam... dat ik op een bepaald niveau... met mijn vrije wil... keuzes kan maken van... oké, okay, ik ben hier... ik heb een bewustzijnsschool... of die had ik toen nog niet, maar... ik doe dit... dit is mijn werk... ik heb mijn eigen bedrijf, ik heb een relatie... ik heb twee kindjes, decisief kindjes... Dit is mijn leven hier op aarde. Ik ga me helemaal focussen hier op aarde. Ik ben hier aanwezig. Ik ga mijn gaven uitdiepen. I will be here. I am here. Maar fuck that. Ik ga één keer per dag, ga ik gewoon gericht naar boven. En nobody will take that from me. Dat is mijn voedingsbron, mijn inspiratiebron, mijn, mijn huis, mijn thuis, mijn, mijn wezenlijke gevoel van dat dat is wat ik ben. Dat is wat ik ben. En vanuit dat wat ik ben, wil ik leven. Niet vanuit hoofd, niet vanuit alleen vanuit lichaam, niet van alleen maar hier op aarde. Nee, in balans. En dan krijgen we hem zo boven, zo ook beneden. And it works for me. Voor mijn familie, mijn sterrenfamilie, mijn. De planeten of de constellaties waar ik helemaal uit besta. Het werkt voor mijn beschermengel. Het werkt voor mijn squad achter me en voor me en naast me. Het werkt voor alle miljoenen levens die ik hiervoor geleefd heb. Het werkt omdat de informatie van de God of de databank of het universele bank, of hoe je het allemaal wil noemen, ten volste beschikbaar is voor mij in dat ene moment. Het is heel gericht. En dat heet ook wel je multidimensionaliteit ontwikkelen. Ga je, dat, ga je dat zo insteken, je alleen zijn? Want ik wil namelijk ook vaak alleen zijn, ook in de relatie, lieve mensen. Um, is het een woedend verhaal. Maar uit vrije wil kies jij dus. Hier heb je ook keus uit eenzaamheid. Je hebt keus om jezelf hieruit te halen. Je hebt keus. You have the power of choice. Jij bepaalt. Hier bepaal jij ook. Dus je hoeft niet als een of andere uh, niet-gegronde spirituele wezen de hele dag uh, de pan uit te flippen, a.k.e. te zweven. Want dat doe je omdat je ergens niet meer helemaal hier wil zijn. Dat komt uit de diepte voort omdat je je alleen zijn voelt. Je kan daar ook een enorm powerful verhaal van maken. En gericht zeggen: Oké, okay jongens, tussen vier en zes klok ik even uit hier op Plant Earth. En ga ik eventjes een transcendente trip naar boven doen? Of hè, wat God mij dan nou mag laten zien. Laten we dat even ten, ten eerste zeggen. En dit is een voedend verhaal, en dit is niet zo'n voedend verhaal.